Heb ik ook aandacht nou van jou? Zitten. Zitten. Sowieso zitten. Zitten. En blijf. Eerst jij. Ja. Ik vind het gewoon rechtsaan houden. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag alweer woensdag 17 november 2021. En het is nou iets van 10:30 geweest of zo. En je ziet het, ik loop buiten, maar niet alleen. Want ik heb een lady en ik heb de twee dames lekker bij me. Dus voor de rest wensen we jullie weer heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ritty, kom. Kom maar. Ja, Ritty, kom maar. Kom dan. Kom maar. Ja, wil je koekje hebben? Wil je koekje hebben, schat? Kom dan. Kijk eens hier. Koekie. Hallo, koekjesmonstertje. Ritty. Hallo. Nee, plassen moet eerst, hè. Kom eens hier. Kom eens hier. Ritty. Ritty, koekie. Nope. Geen zin in? Koekie? Wie wil er een koekje? Kom. Oh, nu wel. Moet je wel even aan deze kant gaan staan, schat. Kom eens hier. Hallo, beauty. Beauty. Aandacht. Heb ik ook aandacht nou van jou? Zitten. Zitten. Sowieso zitten. Zitten. En blijf. Eerst jij. Dan jij. En dan krijg jij er van mij twee, want Lady heeft net gehad en Lovely ook. Kijk eens hier. Hallo, Beauty. Ik heb er nog eentje voor jou. Kom eens hier. Zitten. Ja, zitten. Goed zo. Mag ik nou überhaupt wel lopen? Gas loslaten of even remmen. Eén van die twee. Het is mijn... Zelf wil gas loslaten en remmen. Een boom. Nog een boom. En dan zou ik een... Gevaarlijk of ik plaats heb ik ook nog. Ik zou remmen. Ja. Oh, niets. Oké. Voetgangersoverzicht plaats 25. Fietsen komt eraan, dan zou ik gaan remmen. Fietsetje. Ja. Ik zou gaan gas loslaten, remmen, een van die twee. Als je gas loslaat, dan ben je sneller met remmen. Je vermindert al snelheid als er wat gebeurt. Oké, een schoolzone. Remmen. Ik zou remmen doen. Gas loslaten, waarom? Ik vind gewoon rechts aanhouden. Maar het is een erf, dus ja. Ik zou gewoon ja doen. Maar dat ben ik.
Ja. Het oranje licht brandt. Wat betekent dat? Als het licht net op oranje... Mag je doorrijden, stoppen, stoppen of doorrijden indien redelijke wijze stoppen niet mogelijk is. Een oranje verkeerslicht betekent stoppen of doorgaan indien stoppen redelijke wijze niet mogelijk is. Nee, oké, stoppen. Het liefst stoppen, maar als het niet kan, dan is het doorrijden. Joe. Ja, ik ben met mijn theorie bezig, jongens. Ook handig. Mag je bij een bushalte stoppen om precies uit te laten stappen? Nou, wat denk je? Ja, dat mag. Zo, oké. We gaan het weer proberen en weer te gaan fixen. Zoom. Zo, die eerst aan. Ja, die van mij ook. Zo, pats. Au. Gewoon nog een keertje proberen dan. Hè? Camera aan. Geluid hebben. Maar op het einde moeten we een U-turn maken. Dus inderdaad, in A, dit mag. Hier mogen wij links afstaan. Ja. En bij B, dit is een verplichte rijrichting. Voor vrachtwagens. Ja, vrachtwagen moet rechtdoor. En wij? Wij mogen ook naar links. Ja, wij mogen hier gewoon naar links. Dus in beide situaties. Mogen wij links afslaan? Ik hoor je nu. Ja, top, ik hoor je nu al. Mooi, dat is fijn. Ja, beter. Nou, dus even nog een keer voor jou ook. In welke situatie mag je links afslaan? Nou, in beide. Bij beide inderdaad. De doodlopende weg. Mogen we gewoon de straat in? Kunnen we een tegenligger verwachten? Omdat op het einde natuurlijk de weg doodloopt en iedereen weer terugkomt. Dus hier mag het gewoon. En bij situatie B, die is even een beetje lastig. Maar dit is een verplichte rijrichting. Voor wie geldt dat? Voor vrachtwagens. Voor de vrachtwagen, ja. Dus dat is niet voor ons. Wij kunnen dit negeren. Wij kunnen dus gewoon wel naar links of naar rechts. Ja. Ja, nou, zoals je ziet zit ik weer in de auto. Samen met mijn mannetje Ril. Kijk, daar is hij. Maar we hebben een mooie auto hier achter ons. Ja, een mooie Kia. Maar die dacht dus net al even in te gaan halen. Maar hij staat dus alweer achter ons. En dat vind ik wel grappig, zeg maar. Ja, vind ik leuk. Even kijken wat hij zo meteen gaat doen. Dat is grappig. En we hebben hier nog een BMW voor onze neus. Ga je hem lekker pesten? Oh, leuk. Ga je niet uit? Nee, 53, dat mag. Op de teller. Op de teller, ja. Er gaat nog 3 kilometer vanaf, dus ja, je mag 50. Je moet langzaam. Ja, dat is prima. Thank you.
Ze staan hier letterlijk om me heen te dansen, zeg maar. Maar ik moet deze even hebben. Deze mooie zakje. Ja. Want ik wil namelijk iets meenemen. Zitten dan. Het is een beetje donker. Ja, zitten. Zitten. Nou. Eerst lady. Dit is een beetje hard. Dan jij. En dan jij eens. Ja, en ik moet even pakken. Ja, hoort zo. Ja, het is een beetje donker. I know, ik weet het. Ik weet het. Ik weet het, ik weet het, ik weet het. Sleutels. Jee, het was een licht. Hé, hey, hoe toevallig. Hier een heel mooi rekje. Zo. Dan pak ik hier vrolijk uit. Dames, mag ik erbij? Die zijn lekker in de weg, weg, weg. Dames, mag ik erbij? Joepie. Kijk. Nee, die pakt hij dus niet. Nu wel. Normaal heb ik dus kleinere. Kleinere volks. Maar deze gaat er ook wel in, hoor. Ja, kijk maar. Ik pak er gewoon even erin. Ja, ze zijn allemaal kleintjes. Kom eens hier, dames. Zitten, zitten, zitten. Kom eens hier. Zitten. Zachtjes, hè. Zachtjes. Zachtjes. Keurig. Dan pak ik nog even één handje of twee. Moet maar makkelijk. Kijk. Nou, dan zit hij goed vol en dan gaat hij mee. Ja, jongens en meiden, dames en heren, koekenperen. Ja, ik zit dus weer lekker op bed en dat betekent dat ik deze geweldige vlog weer met jullie ga afsluiten. Dus vond jij deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet niet dat duimpje. Vergeet ook niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter. En vergeet vooral dan het belletje niet. Want blijf op de hoogte. Want elke dag om 2 uur komt er weer een leuke vlog online. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.